Yes mensen, ik ga Melle Roede verrassen. Hij speelt bij AZ en hij weet het niet, maar het busje van AZ komt hier langs en ik zet de auto stil en ik zie dat ze net zijn aangekomen. Kijk hier achter mij zo. En ze denken, hè, wat gebeurt er nou? Ja, boys. Er is bezoek, Hallo. Hallo, jij lijkt niet op Melle. Jij lijkt ook niet op Melle. Ik ben. Jij lijkt op Melle Roede. Jawel man, stap uit. Jij gaat met mij. Wist jij dat ik zou komen? Nee. Ik denk, je bent surprised of zo, maar je bent gewoon relaxed. Ja. Je hebt vandaag een topwedstrijd. Tegen wie moet je spelen? PSV. Wajo, AZ, PSV. Wist je dat dat de laatste wedstrijd is in de Eredivisie? Dat kan zomaar de echte kampioenswedstrijd zijn. Ja. En jullie gaan vandaag laten zien, toch? Jazeker. Wat gaan jullie doen? Jullie gaan zorgen dat PSV niet kampioen wordt? Nou, wij worden kampioen. Ja man, koffertje erbij. We gaan een mooie dag van maken, hè? Ik ben jouw grootste supporter vandaag. Ja. Yes? Let's go. Ik draag jouw koffer, Niffel. Ja man, Melle in de building. Meneer, gaat u lekker zitten? Meneer Roede. Een rustige boy buiten het veld. Op het veld schijnt hij een beest te zijn. Je bent wel 1,20 meter, heb ik begrepen? 40. Grapje. Nee, maar niet. Je kan wel wat hebben, toch? Jazeker. Ik dacht eigenlijk hetzelfde wat er met Timo van FC Utrecht. Ja. Ja, ik weet niet. Dat hetzelfde zou gebeuren. Ja, precies dat, man. Wij gaan nu onderweg naar het AZ-complex. Hij moet tegen PSV onder 13. Een mooie wedstrijd. Wil je dat ik een keer bij jou langskom? Melle, wat moeten ze dan doen? In de comments reageren. En laten weten waar ik naartoe moet komen. Geef alvast een like op deze video en het wordt een topdag. Let's go. Aangekomen parkeerterrein van AZ. Wat gaan jullie als eerste doen? Eten. Is dat jullie voorbereiding standaard? Dat jullie voor de wedstrijd gaan eten? Ja. Heb je last van je nek? Nee, dat niet. Maar gewoon, ik zag het wel. Ik maak je scherp. Dit is nou, ik ben niet alleen een trouwe supporter van jou, ik ben ook iemand die jou, snap je? Ja, zeker. Je moet on fire zijn. Waka boys, kleedkamer dingetjes. Jou heb ik ook panna gegeven in mijn leven. Ja, Nee? Het duurde wel lang. Deze man heeft de mooiste chapsel van jullie allemaal, man. Nooit jouw boys. Hij is naast voetballer, is hij ook schilder. De boy is aan het omkleden. Ik snap het niet. Jullie gaan eten en dan ga je omkleden. Leg me dat uit. Ja, dat zijn onze presentatiekleren. Een polo en andere dingen nog. Moet je presentatie geven dan? Nee, maar dit is gewoon onze presentatiekleding voor de wedstrijd. Als we naar uitgaan, thuis. Moeten we dit altijd dragen en niet gewoon normaal kleren? Onderweg. Dus hebben we gewoon in Turkije. Deze neus? Ja, die. Tegen welke club speel je dan? City, Galatasaray, Sevilla. Atletico Madrid bedoel ik. Ja, dat waren we al. Eet smakelijk allemaal. Wie ben jij? Ja, ik ben Melle Roede, ik ben speler van AZ 113. Ik speel op het middenveld. Ik ben nummer 10. Ja, dat is het eigenlijk. Want de... Ja, ik kom niet zo goed aan mijn moeder. Oh, ik dacht meer zo van je weet zelf. Waar ben jij goed in? Ik ben vooral goed in dribbelen. Nu meer ballen verplaatsen. Open draaien. Maar ja, als je fysiek niet sterk bent en je bent klein, maar je bent wel slim, dat betekent dat je hele goede loopacties in huis hebt. Ja. Heb je dat? Ja, in de diepte vind ik wel. Je moet niet geflasht worden dat iemand een loopactie bij jou doet. Krijg hem even nog een keer. Ja, je mag ook iets onaardigs over mij zeggen. Ja, ik heb wel veel gehoord van mijn teamgenoten over je neus, maar ik weet niet echt per se wat ik moet vertellen erover. Vind je hem niet echt groter of kleiner? Op beeld is het groter, vind ik. In het echt valt het mee? Ja, eigenlijk wel. Zie je. Tot slot. Even serieus, je mag niet in de lach schieten, want dit is een waar gebeurd verhaal. Ja.
In België is er iemand geboren met twee ogen hier zo. Ja. Hoe moet hij nou recht voor zich uitkijken? Zo. Okay, we gaan beginnen. Hij is nog steeds niet scherp. Maar dat is toch heel anders, maar dat telt niet. Ik ben hier bij AZ onder 13. Ze moeten zometeen tegen PSV onder 13. Topwedstrijd. Wat wil jij tegen hun zeggen? AZ, ik ben net wakker en ik ben gelijk fit. Het is de AZ. Nee. Maar laat je door. Er doet al het gewoon. Rasko! Het is tijd voor me. FC Gun Eats. Ja. Wat kon je winnen? Het shirtje van Calvin Stanks. En de winnaar komt nu in beeld. Wil je nou ook een keertje iets winnen, dan moet je gewoon die video's bekijken of een vette Touzani challenge bedenken. Laat het weten in de comments en wie weet krijg jij een Touzani outfit. Trouwens, je krijgt ook een outfit als je vandaag een hat-trick maakt en je moet bij 3 goals betrokken zijn. Is dat oké? Prima. Prima? Ja, is goed. Of maak er 2 van? Ja, maar maakt niet over uit. Dus goal, assist, maak niet uit, tellen we bij elkaar op. Is goed. En dan moet je bij 2 betrokken zijn. Is goed. Yes. Oké, voor de wedstrijd moet je natuurlijk ontspannen. Niet te serieus. We gaan gewoon een beetje trucjes doen. Dribbelen, skills, een beetje lachen. Hier op het hoofdveld. Hij heeft een trucje van mij die ik niet kan, dus ik ga even kijken. Dit gebeurde ook bij Neymar. We laten het nu zien. Wie was dat? Hey, Melle. Ze heeft mij ook een pannen gegeven, ik kan toch niet? Jawel. Ik ben jouw gast. Ja. Ja? Geen respect? Nee, dat gaat niet. Yes, Melle. Welkom bij Bioscoop Pathé. Hallo. Hallo. Nee, wat gebeurt hier? Oh, hier kijken we onze beelden terug van de afgelopen wedstrijden. Meestal op maandag, na de training, gaan we hier onze beelden kijken. Kun je dan op dat scherm zien, hè? Ja. Hey, maar luister, als ik er ben, gebeuren er gekke dingen. Je kan straks de wedstrijd al een klein beetje zien. De hoogtepunten van de wedstrijd, of de kleine gedeelte van de hoogtepunten van de wedstrijd tegen PSV, ja. Die heb ik alvast voor je. Dit gaat er straks gebeuren, meneer. Hoe vind je het om je eigen beelden terug te zien uit de toekomst? Heel erg leuk. Laat ik kijken hoor. Hoe weet je dat nou? Misschien wil je 3-0 verloren? Nee, maar we gaan niet verliezen, dus ja. Maar hier kijk je eigen beelden normaal gesproken terug? Leer je nou, daar wat gewoon van? Gewoon met het team. Mm-hmm. En soms kijk ik gewoon individueel met iemand. En daar leer je wel heel veel van. Ja, op dit moment hebben ze een wedstrijdbespreking. Is heel kort hoor. Ze gaan zo meteen beginnen. Ik ga nu alvast mezelf klaarmaken als de grootste supporter van vandaag. Ze zijn net uit de kleedkamer. Gespannen kopjes.
Ze doen alsof ze de camera niet zien. Ai, 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 de tegenstanders zijn gearriveerd. Oi, oi, oi. Hey, wat is het nou? Jullie hebben AZ uitgeschakeld in de beker. Wat is dat nou? Ja, lekker. Ja. Maar ze staan wel hoger in de competitie, dus wel extra motivatie om vandaag te winnen, toch? Ja. Hoeveel gaat het worden? 0-3. Oké, het is bijna zover. De wedstrijd gaat bijna beginnen, maar eerst natuurlijk de warming-up. PSV is gearriveerd, inmiddels bezig met de warming-up. Maar ook AZ is begonnen met de warming-up. De spanning begint te stijgen, eerlijk is eerlijk. Ik chill gewoon op de helft van de tegenstander. En ik moet zeggen, het is trouwens prachtig weer. Hè? Het is een graadje of 18 ongeveer. Best wel windstil. Een heerlijke avond om te voetballen. Het is trouwens avond, bijna 16:30. De wedstrijd gaat zo beginnen. Zo. Jaden. Poeh. Ja, superstar. Een wedstrijd zonder scheidsrechter, daar kom je niet echt ver. Wordt lastig, hè? Dat doen we alleen op straat natuurlijk. Dan zijn we allemaal scheidsrechter. Precies, precies. Meneer de superstar, u heeft geen VAR? Ik heb geen VAR inderdaad, ik moet het allemaal zelf doen. Ja, ik heb mijn camera bij, dus mocht u hulp nodig hebben, dan kunt u gewoon even... Kan ik even deze maken? Gewoon, ja. Gaan precies. Hé, het was mis. Zo, de man is gefocust. Nice, man. Ja, met z'n allen zwaaien, ja. Supergezellig, ja toch? Hey! Ja. Gespannen kopjes hoor. Dus ik je feliciteer. Ja, dit zijn fanboys en ik ga nu als fan een interview doen met mijn grootste idool, Melle. Leuk dat jullie erbij waren. Mooi dat je een mooie goal hebt gemaakt. Mooi dat je een AK-3000 in huis hebt. Maar het is, er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En jullie tijd van gaan is nu gekomen. Doei. Ciao. Hey, rustig aan. Yo, Melle. Je staat er een beetje verloren bij en ik snap eigenlijk niet waarom. Nee, echt niet. Nou, omdat we met ons team hebben gewoon gedomineerd. Gewonnen tegen PSV, 3-0, ruime cijfers. Dus ik vind het... Ik ben er gewoon blij mee. Ben je blij? Ja. Het is echt, zoem eens in op hem. Tenminste, kijk eens even naar hem. Het is niet echt... Oh, nu zie ik een blij kopje. Ja, man. Even links gaan staan. Hey, inhoud. Oh, hey, je moet scherp blijven.
Hey, wat ging er goed volgens jou? Even gewoon persoonlijk over jou. Niet die mediatraining dingetjes, maar gewoon, hoe ging het met jou? Nou, ik vond hem op zichzelf wel goed. Ballen verplaatsen, hard in het duel. Maar ik vond wel dat ik meer de ballen moest afpakken. Steekballen geven. Wel iets meer kon doen, maar als je hebt wel een hele mooie steekpas in die eerste helft. Zeker. Als ik die gaf, waren ze wel goed. En dat was wel goed voor mij. Oké, je gaf ook gelijk aan dat je iets meer ballen moest afpakken? Ja. Ja, ben je kritisch op jezelf? Ja. Oké. Ja, ik ben ook kritisch. We hadden afgesproken dat als je bij één of twee doelpunten betrokken bent, dan kan een goal of een assist zijn, dan krijg je een Touzani-outfit. Maar ja, weet je wat het is? Volgens mij gaf jij de assist op de assist op de assist, dan ben je ook betrokken. En jullie hebben uiteindelijk 3 keer gescoord. Ja. En het is een mooie dag vandaag, het zonnetje schijnt, ik chill met Melle, super snelle boy. Dus jij krijgt hem ook van mij. Dank u wel. Ja, alsjeblieft. Ik dacht, ik heb een knuffel verdiend of zo. En wil je nou ook een pak winnen? Ik bedoel, het hoeft niet altijd iets te zijn om te winnen. Je kan hem ook gewoon bestellen. Rechtsboven zie je een shop staan en dan kan je hem gewoon bestellen. Of je moet een hele vette challenge in de comment achterlaten. En dan als ik die uitkies, heb jij gewonnen. Wat moet je doen om het beste uit jezelf te halen? Altijd hard blijven werken. Vooral plezier hebben in voetbal. En dan gewoon alles blijven hard werken. Dan kom je er wel. Wat is jouw droomclub uiteindelijk? Nou, mijn droomclub is eigenlijk Liverpool. You never won. Ja. Hallo. Ja. Tot ziens. Doei. Ja. Wil je nou een volgende video kijken van Touzani TV? Klik dan rechts nu.